Goedemorgen iedereen, het is vandaag maandag, een goede start van de week. Ik ben gemotiveerd wakker geworden weer. Ik heb ontzettend veel spierpijn van mijn laatste sessie met Omar. Dus ik ga nu bij mij in de buurt blokjes rennen. Ik heb mijn sportkleding al aan. En ik moet nu eigenlijk een beetje vaart gaan maken met het joggen. En dan moet ik me klaarmaken om naar Amsterdam te gaan. Dus ik ga heel eventjes rennen. Ik heb mijn earpods al in. Ik zie jullie straks als ik weer binnen ben. Oké, I'm literally dying. Ik zweet helemaal. Ik ga nu naar huis. Ga ik douchen. Ik hoor een hond blaffen door mijn muziek heen. I made it, guys. I did it. Maar het ziet er niet uit. Maar goed, ik ga nu naar binnen. En dan zie ik jullie boven. Mijn gezicht voelt zo bezweet aan. En ik voel gewoon dat die dode huidcellen zo met mijn zweet in wrijving komen. Dus ik ga mijn gezicht eerst schoonmaken met de Foreo Luna 3. En daarna pas ga ik douchen. Want ik vind het wel belangrijk dat ik gewoon mijn gezicht als eerste schoonmaak. Vooral nadat ik heb gesport en zoveel heb gezweet. In plaats van dat ik het helemaal over mijn gezicht uitvrij. En normaal gesproken gebruikte ik mijn vingers. En nu ga ik dit gebruiken. Waardoor ik dus dieper in mijn huid kan en het veel beter gereinigd wordt. Het is trouwens ook echt heel makkelijk om dit apparaat te gebruiken. Je hebt namelijk hier de Foreo app. Dit is de app. Omdat ik mijn Luna 3 al een tijdje gebruik. Is het enige wat je eigenlijk moet doen. Kiezen wat je hebt. Wat voor apparaat. En ik druk dan op start. En dan moet je dit knopje ingedrukt houden. Nou, mijn connect automatisch via Bluetooth nu. Dus dat is, na één keer doen hoef je dat ook nooit meer te doen. En dan klik je op start cleansing. Ik doe hem voor 60 seconden. En dan intensiteitslevel doe ik hem 8. En je hebt ook een massage treatment. Maar die doe ik meestal in de avond als ik mijn crème gebruik. Of oogcrème of serum gebruik. Okay, dus het enige wat je doet is start cleansing. En dan gaat hij trillen. Ik ga nu in de badkamer samen met jullie mijn gezicht schoonmaken. Oké, mijn apparaat is klaar voor gebruik. Het eerste wat ik ga doen is even mijn gezicht dampen met water. Vervolgens gebruik ik deze micro cleanser die erbij is gekomen. Ik neem zo'n beetje. Dan zet ik even over heel mijn gezicht. En het enige wat ik daarna hoef te doen, is op start cleansing drukken op de app. En dat doe ik nu. En nu gaat hij trillen. Ik ga hem een heel klein beetje nat maken. Hij is trouwens ook waterproof, dus je kan hem ook onder de douche gebruiken. Stopt hij vanzelf. Oh, dit vind ik leuk. Het enige wat ik dan doe is hem even schoonmaken. En vervolgens mijn gezicht afspoelen. En nu is het een kwestie van mijn gezicht afdeppen. Ik doe dat met een zacht handdoekje. Dat was het. Mijn gezicht ziet er ook gelijk schoner uit. Of ben ik nou gewoon gek? Oh, het voelt zo belachelijk zacht. Oké, ik ga nu douchen en dan ga ik verder met mijn ochtend skincare. En dat ga ik jullie ook even laten zien. Oké, ik heb net gedoucht. Normaal gesproken, als ik uit de douche kom, dan heb ik echt een heel trekkerig gevoel. Mijn huid voelt super zacht. Ik denk dat door de trillingen al het vel en oliën worden verwijderd. En dat ik daardoor zo'n ingehaald gevoel heb op mijn gezicht. Maar het voelt, zien jullie? Ik straal. Ik vind het echt mooi. Nou, mijn haar is nog nat, dus dat laat ik even los, zodat het kan luchtdrogen. Wat ik nu ga doen is eigenlijk... ik doe tijdens de Ramadan ook niet heel veel make-up op. Dus wat ik nu eigenlijk ga doen is een toner gebruiken. Ik gebruik deze van Kiehl's. Deze is met de... Dit is de Calendula Herbal Extract Toner. Hij is alcoholvrij, want in de meeste toner zit alcohol. En dat vind ik best wel, ja, ruig voor mijn huid. Dus... Ik gebruik nu toner. Ik dab ook alles op mijn gezicht. Hier zitten trouwens kleine calendula plantjes in. Waardoor ik dat op mijn huid kan laten loslaten. Maar ik moet ook zeggen dat mijn huid veel, veel beter is geworden de laatste tijd.
Dit is gewoon mijn huid zonder foundation, zonder concealer, zonder niks. En ik moet echt eerlijk zeggen dat ik echt blij ben. Ik vind mijn huid schoonmaken ook echt iets belangrijks. Dus ik dacht, ik laat het jullie even zien hoe ik dat in de ochtend doe. Ik heb trouwens in de ochtend en in de avond een hele andere routine. Maar ik ga jullie allebei een keer laten zien. Wat ik nu doe is vooral ochtend. Nadat ik heb getoond eigenlijk, gebruik ik deze Evian Natural Mineral Water Spray. Ik had deze in New York gekocht bij de Sephora. En alhoewel kraanwater in Nederland gewoon prima is, vind ik het toch fijn om mijn gezicht extra schoon te maken met mineraalwater. Because we're cheap like that. Wat ik dan doe is gewoon met twee wattenschijfjes mijn gezicht afdrogen. En het enige wat ik dan doe is mijn dagolie gebruiken van Kiehl's ook. Dat wrijf ik op mijn handpalmen en dat druk ik aan. Trouwens, het verschilt. Soms gebruik ik een olie en soms gebruik ik de Drunk Elephant polypeptide crème. En deze is ook echt goed. Ik heb een grote variant ervan. En ik heb een travel size variant ervan. En dit is echt goed. Wat ik dan gebruik is de Glow Formula van Kiehl's. En dit is Skin Hydration. Dit kan ook trouwens voor onder je make-up als basis. Als primer. Daar gebruik ik hem ook voor. Maar nu gebruik ik hem enkel zonder make-up. Look at that glow. Ook als je huid trouwens schoon is, dan voelt alles ook heel schoon aan. Dus alle producten wat je er dan opbrengt. You feel like you treat your skin so well. Wat ik daarna ook altijd op doe, is een oogcrème. Deze is ook van Kiehl's. Dit is trouwens niet gesponsord. Maar ik vind Kiehl's gewoon echt heel fijn. En meiden, het is zo belangrijk om oogcrème op te doen. Je kan niet jong genoeg beginnen met oogcrème. Deze hydrateert heel erg. Hier zit avocado in. Of nee, avocado. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik weet het. Zo, dat was dat. En ik gebruik daarna ook eigenlijk deze Illuma Intense Bright Eye Cream. En hier gebruik ik echt maar een heel klein beetje van. En dat doe ik er eigenlijk bovenop. En dit maakt zeg maar, dit vermindert je wallen heel erg. En ik gebruik dit nu al een paar weken. Dus ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Want ik heb wel, naar mijn idee wordt het wel steeds beter en beter. Het enige wat ik dan nog doe, is met mijn Tatcha spray. Ook hier, deze spray. Ook deze spray is zo fijn. Dit geeft je echt een mooie glowy mist. Mijn gezicht ziet er heel glowy uit. Dit is echt geen zweet. Dit komt doordat mijn huid gewoon heel goed schoon is. En alle producten nu echt heel goed intrekken. En ik heb hem ook in een mini size. Overigens kan je deze ook in de avond gebruiken. Dus ik ga niet alleen in de ochtend na het sporten dit doen. Maar ook in de avond voordat ik ga slapen. En misschien laat ik ook vandaag gelijk even mijn night routine zien. En anders doe ik dat een andere dag. Want anders hebben jullie een video met alleen maar huidverzorging. Ik ga nu naar de auto toe. Ik moet namelijk even opschieten. Ik weet niet welk. Ik denk dat ik dit geurtje op ga doen. Montal. Vanille absoluut. Ja, ik weet. Ik drench mezelf altijd in parfum. I almost died. Een keer mijn haar borstelen. Ik ga mijn haar ook trouwens gewoon lucht laten drogen. Ik ga het niet feunen. Want morgen is suikerfeest. En dan vind ik het dan. Ik ga Moroccan Oil Smooth Lotion in mijn haar doen. Moroccan Oil producten ruiken trouwens allemaal zo lekker. Capuchon op. En nu kan ik naar buiten. Look at that glow. Ik zit in de auto. Ik moet vandaag. Gisteren ben ik naar Amsterdam gegaan. Omdat ik heel gierig was voor een paar schoenen. En ik was helemaal vergeten. Ik had een armbandje gekregen op mijn verjaardag. Maar die zit best wel strak. Oftewel, ik heb gewoon hele dikke polsen. Dus die moet ik even gaan omruilen voor een grotere maat. Daarna moet ik even langs kantoor. Bij Shady om iets op te halen. En dan moet ik. Heb ik een windmeefsel. Nou, dan heb ik nog anderhalf uur overlapping. Dus ik moet even kijken hoe ik mijn tijd daar ga invullen. Want ik wil ook eigenlijk nog langs de Fendi store. Dus misschien dat ik dat nog even doe.
Want ik wou ook nog een paar cadeautjes voor mezelf halen eigenlijk. Maar die schoenen zijn al een heel leuk cadeau. En dan heb ik een bindweefselmassage van Robin. En dat komt echt goed uit, want ik heb echt spierpijn. En daarna moet ik gewoon weer trainen bij oma. Oftewel, shoot me. Maar ik ga een beetje haast maken. Want het is, nou ja, haast. Het is 2:30. Het is makkelijk. Is wie ik hier tegenkom bij de wc? Met zijn swag outfit. Helemaal aan ben je net, Wil. Helemaal aan. Het is zo warm. Ik raak altijd zo geïrriteerd. Als ik dan van die irritante plusjes moet doen. Oh, moment mensen. Ik ben even vliegerig. Okay, ik heb alles in de kofferbak gedaan. Ik ben klaar. Oh, ik ben even snel langs de slagerij Kadoor geweest. Want ik had echt zin in die worst. Maar kijk, ik snap het niet. Maakt niet uit bij welke winkel je... Maakt niet uit bij welke winkel je bent. Als je zeg maar... naar binnen loopt en je hebt een kinderwagen en je ziet dat je daar niet kan blijven staan, dan wordt het te druk, dan loop je toch een beetje naar achter. En dan wanneer mensen zo gaan duwen, oh, ik kan er zo niet tegen, want ik denk bij mezelf van no, don't do it. Dus ik zat weer tussen 3 mensen in en ik voelde me helemaal geplet. Maar goed, ik ben weer zen. Ik ga nu een massage nemen bij Robin en dan kan ik weer lekker terug richting Rotterdam. Ik ga weer bij Robin op de massagestoel liggen. Can't wait. Mijn haar is ontploft. Ik heb net zo'n lekkere massage gehad bij Robin. Het is inmiddels 6:30. Ik heb een hoodie bij de stomerij opgehaald. Van Off-White. Ik was helemaal vergeten dat ik die hier ooit naar de stomerij heb gebracht. But I'm so happy with it. Ik ga nu, denk ik, gewoon meteen naar oma doorrijden. En dan begin ik gewoon een half uurtje eerder. Thuis, mijn haar, dat is gewoon niet te doen. Dat ga ik vanavond wel even goed in elkaar zetten. Als morgen suikerfeest is. En anders doe ik dat zondag. Dan doe ik dat woensdag pas. But this, OMG. En ik ben ook zo blij. Kijk, dit is nog keratine. En ik knip elke keer een stuk ervan af, want... ik ben ook echt klaar met die keratine. Maar goed. Ik ga even rijden, jongens. Oké, mensen. Ik ben bij oma. Training zit erop. Ik ben al enkel aan het uitfietsen. Dan ga ik naar huis. Oh, ik ben echt kapot. Heel mijn benen verzuren helemaal. I'm dying. Maar het goede nieuws is dat het morgen suikerfeest is. En dat mijn moeder mij officieel een berichtje heeft gestuurd. I can deal with life now. Oké, guys. Ik ben inmiddels thuis. Ik ben belachelijk moe. Dit was de laatste dag van Ramadan. Ik heb al gegeten. Daarna ben ik met Marwa, Ridda en Milos een theetje gaan drinken. En nu ben ik weer thuis. Maar ik moet nog bidden. En ik heb vet spierpijn. Maar ik ga nu even heel snel douchen. En mijn gezicht weer schoonmaken. En dan ga ik jullie even... nou, dat ik heb gebeden laten zien wat ik heb gekocht. En dan ga ik lekker slapen, want ik ben echt heel moe. Oké, ik heb even gedoucht en ik heb een glowing mask opgedaan. En ik heb een lipmasker op. Die ik in New York had gekocht. En ik vind eigenlijk dat hij de kleur van mijn lippen heel mooi maakt. Zo. Maar goed. Ik ga die even heel snel laten zien. Wat ik nog heb opgehaald in Amsterdam. En dan ga ik echt mijn bed in. Ik voel ook echt een enorme buikpijn komen. Oftewel, ik heb echt pijn aan mijn buik. En dat kan maar één ding betekenen. Ja, ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Maar dit is een Off-White cropped hoodie. Die nog bij de stomerij lag. Dus ik ben hier best wel blij mee. Dat ik hem heb opgehaald. Ik heb deze armband op mijn verjaardag gekregen. Alleen ik had een te kleine maat ontvangen. En die moest ik even inruilen voor een wat grotere maat. Maar deze is echt cute. Ik vind hem ook in combinatie met mijn oranje. De armband heel mooi. En nu de grote unboxing. Deze tas. Die was dus niet meer verkrijgbaar in de winkel. Die is echt overal uitverkocht. En online hadden ze er nog een paar. En ik was echt net op tijd, want daarna stond er gewoon weer uitverkocht.
En ik kon hem dus ophalen in de winkel. Ik ga dit heel even openmaken met mijn sleutels. Zulke unboxings zijn echt live. My new baby. Deze is zo schattig. En zo cute. Oh, hij is wel ruim hoor. Van binnen. Ja, hier past mijn camera in. I like it. Deze is echt heel cute. Ik heb zojuist mijn gezicht weer schoongemaakt. En ik zit op bed. Ik heb een behoorlijk lange dag gehad. En ik ben onwijs moe. Ik heb mijn gezicht weer schoongemaakt met mijn Luna 3. En wat heel leuk is, en dat ga ik jullie nu ook laten zien. De voorkant is zeg maar, ja het is maar wat je als voorkant ziet. Maar de ene kant is een schoonmaakborstel. En de andere kant, daar heb je ook een masseerfunctie bij. En je krijgt er ook een serum bij. Dus ik ga even deze serum opbrengen. En ik ga mijn Kiehl's eye cream bij mijn ogen inbrengen en dan inmasseren met mijn Luna. Het werkt echt heel makkelijk. Dus wat je eigenlijk doet is, je gaat naar je Foreo app. Je klikt op massage treatments. En dan kies je eigenlijk uit wat voor massage je wil. Wil je er eentje voor je ogen? Wil je er eentje voor je nek? Wil je eentje voor de contouren van je gezicht? Of wil je er eentje bij je mond? Ik heb nu oogcreme opgedaan. En een heel klein beetje serum op mijn kaaklijn. En ik ga voor eyes on the prize. En dan klik ik op start. Inner corner of the under eye, outwards towards the temples. Place the device on the outer corner of the brow bone. And then gently glide the device towards the inner corner of the eye. Continue under the eye contour and upwards towards the edge of the face to complete a full circle around the eye. Repeat this movement 5 times. Ik ben klaar met mijn oogmassage en het voelt echt lekker. Ik heb meteen ook mijn nek meegenomen en ook mijn voorhoofd. En ik glim helemaal, but I love it. Ik ga nu lekker slapen, because I'm so tired. Hey.